Dit jaar wordt er wederom op Sportpark De Boshoek in Hardenberg een voetbalkamp gehouden. Op het groene grasmat kunnen zo'n 140 jonge voetballertjes uit de hele gemeente Hardenberg naar hartelust zich uitleven. Voetbalkamp op De Boshoek. Hoe is dit idee ontstaan? Een aantal jaren geleden, geloof ik, in begin 90er jaren, hadden wij ook al een voetbalkamp. En dat is toen een beetje doodgebloed. En mensen van die organisatie toen, die hebben gezegd van het is door het zonde dat het niet meer is voor Hardenberg. Die hebben dat nu weer opgezet een jaar of vier geleden. De kinderen komen elke morgen om 10 uur hier naartoe, tot een uur of half 4. Ze eten hier in het clubhuis van HSC en hebben ze dat de hele dag zich kunnen vermaken. Maar 's avonds weer naar huis, op tijd naar bed en ze op tijd wakker. Zeg, wat vind je nou zo leuk aan zo'n voetbalkamp? Om te voetballen. De springvissen. Voetballen, schieten en alles. Je kan dat van allerlei dingen leren. Wat heb je geleerd tot nu toe? Tappen en draaien.